Hoe meer DNA je met iemand deelt, hoe recenter je gemeenschappelijke voorouder was. Je deelt ongeveer 50% van je DNA met je ouders en kinderen, 25% met je grootouders en kleinkinderen, 12,5% met je neven, ooms, tantes, neven en nichten en nog een stap verder is dus 26,25% naar achterooms, achterneven en nichten en zo. Hoe kan het dan dat ik 30% DNA-overeenkomst heb met het kind van de zus van mijn oma? Wat dus een neef van mijn moeder of vader zou moeten zijn, wat rond zou moeten komen rond de 6,25% DNA-overeenkomst. Dat kan alleen als ik. Uh, Dezelfde DNA, de 50-50%, heb als wie dan mijn moeder, mijn ooms en tantes zouden zijn. Er is echt geen andere verklaring voor te maken. Het is bijna alsof uh, mijn opa en oma... hun kind bij een van hun kinderen heeft gedumpt. Of mijn moeder met een van de broers of een van de neven een kind heb gekregen. En dat dan verstopt bij een van de kinderen. Gedaan alsof. Uh, en die zwangerschap daar vandaan zou komen. En, en, en dan. Uh, doen alsof iemand anders gewoon mijn vader is. Maar er is een DNA-test die iedereen kan doen. Zo op het internet. Heel makkelijk. My erinteds, My ancestors. Dus ja, dan ga je natuurlijk vragen stellen. Hoe kan dat allemaal? Maar dan gaan ze liegen. Zijn dingen allemaal niet zo? Zijn ze overal omheen aan het lellen? Na een tijdje komt er hekserij en alles. Die komt er bovenop. Brainwashing, NLP-technieken. Het is echt familie, daar waar ik opgevoed ben, en de overheid, die zijn zoveel smerigheid aan het verstoppen. Er is zoveel gelogen. Ik mag echt niet weten wie mijn ouders zijn. Ik mag echt niet weten wie mijn opa en oma zijn. En dat allemaal omdat ze gewoon een erfenis aan het stelen zijn. Echt zoveel smerigheid. En alles en iedereen die vindt het weer goed. Er zijn zoveel mensen bij betrokken geraakt, waarbij een heleboel dus medeplichtig is bij het zootje, maar alles op alles om mij de mond te snoeren. Maar hey, spiritueel gezien is die erfenis, die is dus gewoon bij mij. Biologisch gezien zit het dus in mijn genen en in mijn DNA. Maar alles wat qua gematerialiseer ja, mij achtergelaten is qua geld of een huis. Ja, dat hebben ze allemaal weten te stelen. Dat zijn ze allemaal voor me aan het verstoppen. Tot informatie en post bij me weghouden zodat ik dingen niet kan klepen. En ze willen het allemaal hun graf mee innemen. Dit is echt, uh, is het pedofilie? Is het incest? En dan heeft ook nog iemand ervoor gekozen om iets aan mij achter te laten. En dan vindt dus de rest van de familie, die vindt dat het niet bij mij hoort, maar bij hun hoort. Echt zwaar narcistisch gedrag. En dan zijn ze volop bezig geweest met rituelen en opofferingen, wat gewoon satanisch te noemen is. Echt het luciferiaans en alles erbij. Echt te maken met negatieve wezens. Die ver weg van God of de godsbron zijn. Het is echt in en in triest. Wat er allemaal verstopt moet worden. En dat je uit bescherming en zo'n kind. Misschien is de waarheid niet verteld. Maar wanneer iemand zo bij de veertig is. En vragen aan het stellen is. De juiste vraag aan het stellen is. En dan is juist alleen maar het liegen, en de waarheid weghouden. Meer schade aan het aanrichten. Als het allemaal geheim houden. Maar het is alleen maar om hun eigen haggis te redden. En vooral het liegen waar ze mee bezig geweest zijn. Omdat ze gewoon bezig geweest zijn met stelen. Met erfenissen stelen. We hebben echt te maken met dieven en alles waar ze mee bezig zijn. De negatieve placebo-effectjes door het mentale, emotionele, het, het gefokt met het bewustzijn. Het is echt uh, in en in, in triest. Sommige mensen zijn er zo diep gezonken. En dan is het niet alleen een karaktermoord. Het is ook gewoon een slender. Het is... Terwijl hun met de smerigheid bezig zijn en hele slechte mensen zijn, die iemand anders in een slecht daglicht neerzetten. En dan is er zoveel omheen gebouwd. Mag mijn destiny die mag gestolen worden? Door alle smerigheid die verstopt moet worden. We hebben echt te maken met erfenisdieven. Hun die zelf gewoon de schanders tot schaamte aan toe hebben opgebouwd. De hele uh, jaren lang met een een of ander masker aan het oplopen zijn. En maar doen alsof ze geweldig, sociaal. Ondertussen gewoon ook als heksen in de kerk gezeten hebben. Zielig en aan het huilen wanneer er iemand overleden is. Terwijl ze gewoon met hekserij bezig zijn geweest. Het is niet alleen poging tot moord richting mij. Ze hebben gewoon moord op hun geweten. Alles op alles, zodat de waarheid niet aan het licht komt. En dan zit het ondertussen nog zo verwoven naar het internet, waar een heleboel acteerwerk bezig is. Een heleboel machtsmisbruik, een heleboel corruptie. Ja, dat ben ik natuurlijk allemaal aan het aankaarten. En dan gaat het ene toegegeven worden, valt meteen alles door de mand. Dus iedereen is gewoon aan het zwijgen. Niemand is aan het kiezen voor het goed. Zijn allemaal echt gewoon de leugen willen ze in stand houden. Het is echt in en in triest te noemen.